We passen van het repertoire, dus we gaan het zo doen. Geweldige band. Ja. Yeah. Ik had vroeger, toen ik een jaar of 20, 19 was, niks met die Cats, maar ik word nu nog fan, achteraf. Ik zie het al voor me, als ik dit zo zie, dan wat die Cats hebben betekend. Want echt, als ik later oud ben, zie ik nog geen band Spexaglo doen. Ik zou het wel leuk vinden. Ik ben Spex Hildebrand. Ik ben in Volendam, vooral hier in deze buurt, wereldberoemd, want ik woon hier. En tijd voor een officieel momentje. In de jaren 80 van de vorige eeuw, rond mijn 30ste, dus u kunt rekenen, werkte ik veelvuldig samen met mijn vriend, de helaas veel te vroeg overleden Jip Golstein, de telegraafjournalist. En wij maakten samen platen. Voor mij, maar ook voor andere artiesten. We hebben Polly gedaan en Joan Ellis en een heleboel andere mensen. En op een gegeven moment belde Jip mij en die zei, een duetplaat, dat lijkt me leuk. Wij hielden beide heel erg van Gram Parsons en Emmylou Harris. Maar we hielden ook heel veel van George Jones en Tammy Wynette. En het plan was... misschien een plaat met een beetje Norse oudere man en een jong meisje. Het idee van The Beauty and the Beast. Nou, het was intussen 5 uur 's nachts geworden. En Jip en ik besloten om het er de week daarna nog maar een keer over te hebben. Want ik moet u iets bekennen. Als Jip en ik iets bedachten, dan namen we daar de tijd voor. En het lukte alleen in donker. Ik noem die periode wel eens de natte moesel. In ieder geval, Jip had een paar geweldige songs geschreven. En hij vroeg mij van, maak jij de akkoorden erbij? En dan maken we die plaat. Maar er was geen platenmaatschappij. Het was toen ook al crisis. Maar Jip die zakte op een avond door met de directeur van de toenmalige platenmaatschappij CBS. En ze maakten... 's nachts een afspraak, een deal. En tot op de dag van vandaag ben ik ervan overtuigd dat die directeur de ochtend daarna van niets meer wist. Maar hij moest zich aan de afspraak houden. Dus er kwam plaat na plaat uit. Waaronder de plaat van Jay Koster en Tanja. En Jay Koster is Jaap Schilder. Tanja is Anja van Scherpenzeel, mijn zus. Absence makes the heart grow fonder. En... we hebben met hart en ziel gewerkt aan die plaat en er wordt geweldig op gezongen en we hadden de beste muzikanten
die toen beschikbaar waren, hadden we voorradig in de geweldige studio van Arnold Muren. En wat gebeurt er? 31 jaar. Ik kan me ook nog herinneren dat die plaat in première is gegaan in dezezelfde zaal in het oude gebouw. Toen er een stuk of 5 tegelijk in première gingen. Maar dat weet ik niet meer zeker, want het is lang geleden. En de nevel hier neemt toe. De plaat is uitgekomen, het was een LP toen nog. En wat gebeurt er? 31 jaar later zijn er 2 volstrekte idioten in Volendam die een prachtig mooi blad uitbrengen, One Way Wind. Jullie zijn natuurlijk allemaal al abonnee. Zo niet, dan is er nu ruzie. De jongens van het blad One Way Wind, die hebben ook een platenmaatschappijtje. Die brengen geweldige platen uit. Ze hebben Alaska uitgebracht en die van mij niet te vergeten. Die ligt daar. Maar deze ook. Absence Makes the Heart Grow Fonder. En voordat ik de hoofdrolspelers op het podium ga uitnodigen, wilde ik eerst even deze 2 volkomen gekken even hier hebben. Michel Veerman en Johan Tom. Heren, ik mag ze intussen vrienden noemen na al die jaren. Met Paso Records, wat een geweldige naam trouwens, onderscheiden jullie van andere platenmaatschappijen omdat jullie brengen alleen platen uit waar jullie met hart en ziel persoonlijk en muzikaal achter staan. En dat is in deze tijd van crisis en commercie niet helemaal normaal. Dus daarom noem ik jullie ook 2 volstrekte idioten. Maar ik bedoel het positief. Dus ik dacht, ik ga jullie de eerste exemplaren uitnodigen. Want jullie verdienen ten eerste een hartelijke ovatie voor al het werk wat jullie voor de Volendammer muziek en voor de kerst doen. En even voor de gezondheid. Ja, dan wou ik nu, gaat er iets heel merkwaardigs doen. Ik moet mijn kleine zusje toespreken. Kom, kind. Dit is onze Anja. Ja. Dit voelt buitengewoon vreemd aan. Anja, je was geloof ik 21 toen we dit deden. Jij was natuurlijk de beauty. Nou hebben wij die mazzel in onze familie dat we dat allemaal een beetje hebben. Maar je weet misschien nog wel dat er achter de mengtafel 2 lastige, narige oude mannen zaten. En Jaap die overigens dit soort bijeenkomsten mijt als een besmettelijke ziekte, maar dit terzijde. En jullie moesten maar zo mooi mogelijk zingen. En het kwam eigenlijk helemaal goed. Iedereen ontsteeg zichzelf. En ik vind het zelf ontzettend leuk. Voor Michel en Johan, maar ook voor jou, dat deze LP, waar we toch een hoop lol aan beleefd hebben, want het werd s'nachts ontzettend vaak laat, dat hij nou een digitaal leven gaat leiden. Dus schat, op je oude dag nog een cd. Dames en heren, daar zijn ze te krijgen. Dus ren daar naartoe. En we gaan straks weer verder met de Ketsen Kloonbeelden.